Oh, die heeft even naast het potje ook. We moeten het hebben over zaad. Ja, want in Nederland is er namelijk een groot tekort aan spermadonoren, omdat spermabanken vaak negatief in het nieuws komen. Ja, maar wat houdt het werk nou eigenlijk in dat op deze krantenkoppen allemaal staat? Dat gaan we vandaag uitzoeken, want we gaan namelijk een dagje meewerken in een spermabank. Gezellig! Zal ik ook even een kwakje doneren? Ja, dan wordt het echt een rukaflevering. Oké, dus wat gaan we doen? We gaan werken in een fertiliteitskliniek met spermabank. Dat betekent dat hier sperma wordt geconserveerd, wordt opgeslagen om mensen te helpen met hun zwangerschap. En we hebben afgesproken met Janneke, volgens mij Janneke. Dat is onze werkgever van vandaag. Waar zit ze? Hier? Ja. Okay. Janneke. We hebben een nieuwe donor. Hallo. Hey, goeiedag. Hoi. Hallo Ralph. Janneke. Hoi, ik ben Diva. Janneke, ja, leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk dat we mochten meewerken. Hartstikke goed. Hé Janneke, wat kunnen we gaan doen vandaag? Ik zie daar al wat kleren hangen. Ja, dat klopt. Dat is de kleding die jullie gaan dragen straks op het laboratorium. Okay. Het is vandaag donordag. Dat betekent dat de spermadonoren die hier wekelijks langskomen om sperma te doneren, die komen vanmiddag. En wat jullie gaan doen, we gaan straks eerst de productiekamer samen even inspecteren. En dan gaat één van jullie vanmiddag... De productiekamer? De productiekamer. Dat is de kamer waar het gebeurt. Waar het gebeurt? Waar het gebeurt. Dat is een heel mooi woord voor waar het gebeurt. Ja, zeker weten. Ja, daar doen we het voor, hè? Ja. En dan, dan gaan we op een gegeven moment gaan we omkleden. We gaan het lab op. En dan mag één van jullie bij de balie helpen om de potjes in ontvangst te nemen. Uit de productiekamer? Uit de productiekamer. Okay, ja. En dan zit je al op het lab. En de ander die komt op het lab te zitten en die gaat helpen met een collega om dat sperma te klaar te maken om in te vriezen. Dus vanaf dat het op het lab komt tot het in de rietjes, in de vaten zit, gaat één van jullie meehelpen. Oké. Okay. Interessant. Ja. En hoeveel aanmeldingen voor donoren krijgen jullie eigenlijk per jaar? Ik denk gemiddeld een 20. 20 per jaar? Per jaar. Dat is helemaal niks. Nee, dat is niks. Ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is echt weinig. Dat kan beter. Ja, zeker. Dus hoeveel hebben jullie er dan nu? Nou, we hebben op dit moment denk ik een 40, 50 donoren. Okay. En ieder jaar komen er tussen de 3 en de 5 bij. 2 vind je ervan? Ja, fantastisch. Ja. Staat hem goed, hè? Net echt. Ja, is het nou hoe je hem doet of moet hij over de oren heen? Nee, je oren mogen, want anders hoor je straks niks. Dat is wel belangrijk. Nee, dat is fijn. Ja. Zeker weten. En hier is dus het productiehof. Ja, dit zijn productiekamers. Dit is waar het gebeurt. Dus ik zou zeggen, kijk even binnen. Nou ja. Saai. Ik had dus best wel een geil kamertje verwacht. Jij dacht minimaal een Pamela Anderson zo hier. Ik dacht wel wat geile foto's. Denk ik, misschien een soort leren bankje of zo. Toch? Een casting couch. Ik had ook wel iets van een tv'tje verwacht of zo. Nou, dat is leuk. Ja, dat is leuk dat je erover begint. Want tot 2 weken geleden stond hier een tv'tje. Oh. En toen kwam ik erachter, was een spermadonor die mij vertelde dat het tv'tje al 3 maanden niet werkte. Oh. En eigenlijk heb ik toen nog geconcludeerd, we hebben een keer een enquête gehouden. De meeste mannen gebruiken dat tv'tje niet. Die hebben gewoon hun mobiel mee. Je vertelde net dat jullie ongeveer 20 aanmeldingen per jaar krijgen en dat dat dus veel te weinig is. Klopt. Hoe kan dat eigenlijk dat het zo weinig is? Ja, dat verbazen we ons ook best wel een beetje over. In Nederland blijkbaar zijn we niet zo gewoon met het spermadonorschap. Alsof er toch een soort van taboe nog op heerst. Bijvoorbeeld in een land als Denemarken is het veel gewoner. Je zei net al dat er maar heel weinig echt geschikt zijn om donor te worden. Waar ligt dat dan precies aan? Nou, als je kijkt naar de 10 donoren die sperma inleveren, wat we dan eerst gaan controleren, vallen er 7 af. Omdat de spermakwaliteit gewoon niet voldoende is. Wat? Echt? Echt waar. Zoveel mensen. Zoveel, ja. Je hebt gewoon om donor te worden, heb je zo goed sperma nodig. Want het wordt ook ingevroren. En door het invriezen gaat heel veel dood. Oh, ja. Dus je moet van tevoren een hele hoge aantal hebben om geschikt te zijn voor het donorschap. Hier gaat het in. Maak het maar eens even open. Ja, want daar begint het al, hè? En dan gaat het toch ook vaak naast. Hoe krijg je dit open? Ja, ik zou hier al afvallen. Volgens mij word je even geholpen. Je moet deze eraf halen, toch? Kijk. Zeker. Ja, want kijk, dus je hebt dan precies deze ruimte om... ik vraag me dan wel af, ja, of je moet je dan... Ik denk dan dat je je piemel erin moet doen en dan... Ja, of een beetje zo wat boven. Ja, ik doe het zelf nooit natuurlijk, maar... Over het algemeen krijgen we weinig klachten, dat lukt wel meestal. Oké, ja, of het ligt hier allemaal over de grond natuurlijk, kan ook. Je weet het niet, dat zien wij natuurlijk niet, hè? Nee, nou nee. Kijk, nu hebben we... Het is een beetje flauw, maar kijk, we hebben iets meegenomen. Be my guest. Ik doe heel even het licht uit. Oké, dan gaan we nu kijken of deze kamer even vies is als mijn tienerkamertje van vroeger. Ik denk niet dat dat kan, Ralph. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, let's go. Je zit dan hier. Maar wat moeten we kunnen zien? Ja, ik weet niet. Misschien zien we allemaal... ja, misschien zie je gewoon allemaal spel op de grond. Ik bedoel, hier... Wat is dit? Nee. Hier? Hey. Oké. Oh, wat is dit? Oh, die is even naast het potje. Oh. Nee, dat kan niet. Nee, dit is gewoon ver. Ja, maar waarom heb je het dan aan ook? Oké, klaar? Ja. Klaar, we hebben het gezien. Hoi, goedemiddag. Hoi. Jij komt doneren? Ja. Ja, anders was je niet. Ja. Ik heb hier een formuliertje. En mag ik dan één zo'n bakje? Natuurlijk. Yes. Kijk eens. Was dat het verder? Ja, nu mag je naar één van die twee kamertjes. Ja, eentje waar het lampje niet brandt. Oké. Veel succes. Succes. Of plezier. Heel veel sperma wordt afgekeurd. Ja. Wat zijn dan dingen die bijdragen aan dat sperma wordt afgekeurd? Roken, strakke kleding naar beneden is ook niet heel goed. Strakke kleding? Kijk, ook strakke onderbroeken? Dat heb ik vaak gehoord. Ja. Ik draag strakke onderbroeken. Ja, maar je jongens die hangen buiten je lichaam. Ja. Omdat het in je lichaam te warm is. Hoi. Hoi, daar was ik weer. Ja, dat ging best snel eigenlijk. Ik heb hier een potje, een aflevering. Yes, thanks. Oh, en is alles in het potje gekomen? Ja, gelukkig wel. Ja, want vroeg ons nog af, hoe doe je dat dan? Doe je dan, hoe schiet je dan alles erin, zeg maar? Of leg je mee? Ja, het gaat dus groot genoeg, hè? Ja, ja, zie je, dus je hangt hem er wel van. Zeg je dat vaker? Ik ben eigenlijk wel benieuwd van waarom jij dan donor bent geworden. Wat is voor jou de reden om donor te worden? Nou, ik wil ook iets... ik heb zelf kinderen gekregen. En dat gaf mij heel veel geluk. Dus ik denk, ik gun dat geluk ook aan andere mensen. En weet je al of je al kinderen hebt vanuit deze manier? Ja, ik weet van eentje. Ja? Hoe wist je daar dan vanaf? Daar heb ik een keer naar gevraagd. Oh, heb je daar hier naar gevraagd? Ja. We hoorden dat je in totaal eigenlijk 12 kinderen zou kunnen krijgen. Mag je zelf dan... Heb je dat... aangegeven? Of mag je zelf dan nog aangeven dat je eigenlijk minder kinderen wilt? Het zou er zelfs wel meer kunnen zijn. Maar het is bij maximaal 12 vrouwen dat ze mijn zaad zouden toepassen. Maar in principe zou je dus met minder vrouwen nog wel meer kinderen kunnen wekken? Ja, het kan zijn dat bijvoorbeeld een vrouw 2 kinderen wil. Ja. Dus dan is het natuurlijk prettig als die van dezelfde donor zijn. En wat vond je eigenlijk van het productiekamertje? Ja, je wordt er niet opgewonden van. Spreekt niet tot de verbeelding. Wat vind je ervan dat de tv weg is? Had je een favoriete dvd? Nee, ik heb die tv durfde ik niet aan te raken. Nou, het was best wel schoon allemaal. Die afstandsbediening, daar zat een zakje omheen, maar ik geloof dat wel. Oké, dankjewel voor je zaad. We zullen er goed voor zorgen. Nou, Ralph, doe niet zo droog. Ik klonk als een robot. Wat bedoel je? Als een automatische klantenservice. Oké, wat wil jij dan zeggen? Nou, ik wil zeggen dat ik het heel bijzonder en goed vind dat je dit doet. En dat je er heel veel vrouwen blij mee maakt. En ik hoop dat meer mannen dit gaan doen. Ja. Ja. Nou, graag gedaan. Thanks. En tot ziens. Doeg. Ja, en dan komen we nu op dit gedeelte van het laboratorium. En hier gaan jullie dus aan het werk vandaag. Oké. Ja. Ja. Het potje sperma wat is ingeleverd. Daar gaan we nu zo meteen de zaadcellen van het vocht scheiden. Oh. Dat doen we met centrifugatiestappen, centrifugeren. Dat lijkt me echt iets voor jou. Ja, dat doet me denken aan de was doen. Centrifuge. Misschien wel heel geschikt voor je. Geen idee. Jij gaat met een collega, hier in deze kast, dit sperma dus, dat noemen we opwerken. Oké. Je gaat het helemaal klaarmaken. Dan wordt het, als het klaar is, wordt het opgenomen in rietjes, opgezogen in rietjes. En die gaan dan in de vriezer. Opgezogen in rietjes? Je moet het zelf opzuigen in rietjes. Ze gaat jou daarbij helpen. Oh, oké, samen. Wat jij gaat doen, Ralph, we hebben natuurlijk ook al heel veel donorsperma opgeslagen hier. Dat ontdooid wordt voor vrouwen die daarmee geïnsemineerd worden. En we gaan nu zo meteen dus ook een rietje ontdooien voor een mevrouw die geïnsemineerd wordt. En dat ga jij doen met een andere collega. Oh, oké, ja, oké, is goed. Dus ik moet daarheen? Jij mag naar de vriezer. Oké, ik zie jou zo. Haal hem maar in de vriezer. Ja. Kan die daar een dagje blijven? Oké, deze outfit wordt eigenlijk alleen maar beter, merk ik. Ja, mooi ben je. Ja, waarom moet dit? Om vanwege het stikstof. Stikstof is zo koud, als dat tegen je handen aankomt, dan verbrand je en in je ogen, dat wil je ook eigenlijk. En jij bent zo ervaren dat het niet hoeft? Ik heb ze ook. Oké, jij gaat het zo meteen doen. Ik ga het zo meteen doen. Ja, want hier zitten ze dus allemaal in. Ja, zo koud is het weer. Tering. En waarom moet het zo koud? Dan wordt het proces van de zaadcel stilgelegd. Oh ja, oké. Dus normaal zijn ze heel hard aan het zwemmen. Ja. En als het zo koud is, dan gaan ze lekker slapen. Gaan ze chillen, hè? Gaan ze chillen. Nou, daar is hij. Oké, dus dan moeten we naar grid 6.2. Die hebben we. En dan A4. Dat is dan deze. Dus die halen we eruit. Jezus, pas op, leg hem hier neer. Hoe lang duurt het voor dit ontdooid is? Ongeveer een kwartiertje. Dus we moeten even een kwartiertje gaan wachten. Alleen een kwartiertje wachten en dan gaan we weer verder. Misschien kunnen we hier wel een mooie Netflix serie toch? Misschien doet hij het wel. Even chillen hier. We gaan het sperma van het vocht scheiden. Ja, toch? Klopt. Leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Leuk dat ik dit ook een keer mag meemaken. Is het heel moeilijk? Nee, het is niet een moeilijke handeling. Het is gewoon heel precies. Ik vind het toch raar dat dit sperma is van een andere man. Ik probeer er niet over na te denken. Het lijkt gewoon water of zo. En we gaan hier een vrouw of een gezin heel blij mee maken. Zie je dat? Nou, en dan mag je het allemaal weer terug doen. Dus je mag weer knijpen. Zijn dit dan de zaadcellen? Dat is het sperma wat je nu opzuigt. En de rest is het vocht? Ja. Oké. Nou, nu moet je dus heel voorzichtig bij B. Eén klein... Ja, laat hem maar vallen. Tik het glaasje maar aan. Ja, kijk, zie je hem lopen? Ik zie hem lopen. Woe! Zwemmen, jongens! Oké, dit is dus echt precisiewerk. En ik ben hier denk ik veel te ongeduldig en chaotisch voor. Maar ik vind het wel heel interessant. Maar ik denk niet dat ik baby's moet gaan maken. Druk op start. Dan gaat hij aan. Okay. Ja, dat kan ik wel. Jawel, hè? Nou, ook niet. Harder. Ja, hij loopt. Oh, top. En hoe lang moeten we nou wachten? 15 minuten. Oké. Kijk. Hey. Heb je ook een rietje? We hebben hem. Hoe gaat het bij jou? Jullie hebben ook een rietje? Oh, ook een rietje. Hoe ging het? Ging hartstikke goed, toch? Fantastisch. Ja, ik ben gelijk aangenomen. Oh, en bij jou? Ja. Nee, ging goed. Hij is ontdooid. Hij is ontdooid. En ik weet eigenlijk niet wat we hier nu verder gaan doen. Maar wat ik weet is dat er zometeen een vrouw geïnsemineerd moet worden. Oké. En wij gaan dat klaarmaken. Ja. Oké, dus jullie moeten weer hier... Ja. En wij gaan deze invriezen. Ja, nou, proost. Nou, proost op de sperma. Op de baby's. Nou jongens, de werkdag zit erop. Ja. Hoe vonden jullie het zelf gaan vandaag? Het was heel veel concentreren. En dat ben ik niet gewend. Nee. Wat vond jij? Het was echt gepriegel. Heel klein. Maar het lijkt me dus echt wel heel lekker om in een lab te werken de hele dag. De hele dag dit soort taakjes doen. En ik vond het leuk om contact te hebben met de mannen die binnenkwamen. Ik vond het gezellig met de andere werknemers. Ja, jullie zijn echt hele leuke vrouwen. Ja, nou, ja. Dank je. Ik zou het echt heel gezellig vinden om hier te werken. Ik zweer, ik zou echt graag willen werken. Ja. En ik heb zoveel dingen geleerd die ik nog nooit had gehoord. Dus ik vond het echt heel erg vet. Nou, ja. Wat jullie dus eigenlijk vandaag hebben gedaan... Wij hebben gedaan alsof we jullie gingen inwerken, dus gingen klaarstomen voor het echte werk. Ja. Dat betekent dat jullie wel met echt sperma hebben gewerkt, maar niet met materiaal wat we gebruiken in de patiëntenzorg. Oh, gelukkig. Daar was geen mooie baby uitgekomen. Ik was al een beetje aan het stressen. Dus dit is van de schoonmaker binnengekomen. Ik ga niet zeggen wat vandaan komt, nee. En ik heb wel een beetje een indruk gekregen van hoe jullie het zouden gaan doen hier op het lab. Ik ben heel benieuwd. Ja. Klaar voor? Ja. Ja, graag. Jou hoef ik hier nooit weer te zien. Sorry, Diva. Iets wat in een half uurtje kan, heb jij echt uren over gedaan. Zie je, dat krijg ik vaker zo te horen. Langzaam. In alles. Dit hoort van iedereen. Ja. Ralph, ik zag toch wel, wij hebben bepaalde skills, bepaalde aanleg. Ja. Toch keur ik je af, want ik heb je liever voor wat anders. Het zeker weer. Zullen we dat gewoon doen?